Landbouwers in Brokopondo krijgen van Roosevelt Gold Mines NV steun om een agrarische onderneming op te zetten. Deze landbouwbedrijven moeten op lang termijn zorgen voor een duurzaam inkomen voor de gemeenschappen van het district. De steun is vastgelegd in een financieringsovereenkomst tussen Roosevelt en het platform van traditionele gezagdragers Brokopondo, die afgelopen vrijdag is getekend. Een groep van 10 landbouwers begint aan het project die alle andere landbouwers in hun dorp in de gelegenheid moet stellen ook agrarische producten te verbouwen. Roosevelt investeert $100.000 in het project en vanuit de landbouwers is er een eigen bijdrage van $10.000.